Toeristen ten over. In de zomer komen massa's toeristen richting onze gemeente. En daar worden activiteiten voor georganiseerd. Zoals de zomermarkt in Lunteren bijvoorbeeld. Maar hoe vinden Lunteranen het eigenlijk met al die toeristen in hun dorp? Ja, tuurlijk. Het is altijd leuk als de mensen van buitenaf naar je dorp toe komen. En het is voor de ondernemers in Lunteren een aanwinst natuurlijk. Ik heb geen last van ze. Prima. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Altijd gezellig. Ja. Werkt dan in Lunteren. Wat wilt u van Lunteren laten zien aan de toeristen? De variëteit in het winkelaanbod, laten we het zo maar zeggen. Plus het mooie dorp. Het is mooi groen, we hebben een leuk nieuw erf. En de mensen zijn vriendelijk hier in Lunteren. Dus dat is ook heel belangrijk. Van alles wat hier allemaal te doen is. We hebben ook Lunterse dag natuurlijk. Mooiste dag van het jaar, dat ze daar naartoe moeten komen. En dat het gewoon gezellig hier is. Prima voor elkaar. Onder de Lunteranen heerst dus een positieve stemming over de toeristen. Maar wat vinden de toeristen zelf van Lunteren? Ik vind het ontzettend gezellig. Heel leuke afwisselende kramen, hele ontspannen sfeer. Ik vind Lunteren op zichzelf altijd een heel leuk plaatsje. En geldt dat ook voor u, meneer? Ja, zeker. Toen we hier voor het eerst kwamen, 2 weken terug, toen gingen we, ik denk de volgende dag al op de fiets hierheen vanuit Renswoude. Ik zeg, jeetje, wat is dat een leuke plaats, zeg. Echt, de dorpskern, maar ook de huizen. Gewoon heel, heel gezellig. Wat dan? Hoe het u bevalt? Ja, tot nog toe leuk. We waren te vroeg hier, toen waren ze nog aan het opbouwen. Toen zijn we wat gaan drinken en wat gegeten en nu zijn we rondlopen. Nou is het lekker gezellig druk. Hoe vindt u de sfeer hier op deze markt? Ontspannen, rustig. Vriendelijk. En waar komt die ontspannen sfeer dan vandaan? Ja, ik denk dat de mensen zelf ook ontspannen zijn en... Ze zijn allemaal hartelijk en iedereen staat je te woord als je wat vraagt. Het is heel gastvrij, denk ik wel. Als je Lunteren in een paar woorden zou moeten omschrijven, wat zijn die woorden dan? Ja, daar ken ik Lunteren te weinig voor. Dat is gezellig aankomen rijden en meer weet ik nog niet. Het enige wat ik weet is hier deze straat en meer ken ik niet. Nou, ik heb verder eigenlijk niets te zeggen over Lunteren en de omgeving. Wij vinden het fantastisch en we hopen volgend jaar weer in deze omgeving te kamperen. Gewoon een dagje uit en kijken maar en dan zien we verder wel. De zomermarkt in Lunteren wordt nog 3 keer gehouden. Dus nog een paar weken veel toeristen en dan keert de rust weer terug in het dorp. Nou, het is wel lekker als het even weer rustig is in Lunteren. Lekker weer dat dorpse sfeertje.